Welkom bij Vlogmas dag 3. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Yeah. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag en ja, het is alweer 3 december. Ik heb vanmorgen even aangezet vanmorgen toen ik gelijk wakker werd. Maar ik moet eigenlijk zo weer weg. Maar ik wilde nog wel even met jullie de adventkalender doen. Dus dat ga ik gewoon eventjes lekker doen. Ik heb alleen heel erg slecht licht in. Dat besef ik me nu wel. Dat ik deze gewoon weer aan moet zetten. Nou, het scheelt niet heel erg veel. Maar het scheelt wel wat, hoop ik. Ik ga gewoon ook even het licht hier halen. Dit werkt ook niet heel erg. Maar goed, we gaan hem wel openmaken. Dag 3. Waar zit hij? Oh, het is een hele grote. Het is echt heel erg groot. Dit is dag 3. We gaan hem wel openmaken. Zit erin. Wat is dit dan? Oh, dat is een douchemix. Gewoon een douchemuts. Hoe schattig. Ik heb het grof houden. Ik hoop dat hij terug gaat. We hebben dus een douchemuts gekregen. Dat is wel leuk. Grappig. Ik denk, wat is dat nou? Dag 3 hebben we ook weer gehad, jongens. Ik heb mijn tas al ingepakt. Ik ga namelijk naar school toe. En voor hoe lang? Dat is een goede vraag. Het ligt er een beetje aan vandaag. Soms mogen we een aantal uur eerder weg. Soms mogen we geen aantal uur eerder weg. Dus eens even kijken. Ik heb wel weer heel veel hoestbuien. Ik dacht dat ik dood leefde net. Maar goed. Ik ben er nog. Ik heb me lekker opgemaakt. Ik ben aangekleed. Gewoon make-up is echt gewoon full. Omdat ik er gewoon echt zo belabberd uitzie. Ik denk, ik moet dit gewoon wegwerken. Als outfit heb ik gewoon een zwart shirtje aan. En deze grijze broek. En dan doe ik natuurlijk mijn schoenen zo nog aan. Maar die staan mijn schoenen beneden. Want ik heb hier geen schoenen zien staan. Dus dat moet ik ook even doen. En ja, dan ga ik weg. Ga ik naar school toe. Goed. Ik loop nu dus buiten. Ik heb koffie mee. Onderweg naar de bus. Ik wil de eerste metro pakken en dan de bus. Kost me iets minder tijd. Maar daarna dacht ik, waarom pak ik niet gewoon de bus? Dat is gewoon veel relaxter. Ik heb mijn hak aangedaan vandaag, dus het is sowieso geen goed idee om te gaan lopen. Maar ja, in ieder geval op naar de bus en dan naar school tot. Of 11:45 of 2:45. Dus het is nog wel een verschil. Goed, plannen zijn gewijzigd. Toch de metro. Dan spreek ik altijd af bij de bussen. Maar waarschijnlijk omdat ik dat zo last minute heb gezegd, haalt niemand wat meer. Dus metro
En dan de bus schroef je zich in. Dat iedereen wel. Dus nog een stukje met de metro. Welke filter gaan we doen? We zitten op school en we zijn eigenlijk niks aan het doen. Het is, hoe laat is het? Ik kan de klok niet zien. Het is bijna 5 over. 3 over. 3 over 2, toch? Ja, 3 over 2. Nou, we zijn niks aan het doen. Ik ben al klaar met alle opdrachten. Dus wat gaan we doen? Klaar? Nee. Ik heb toch niks meer te doen. Ik ben al klaar. Alle jaar. Maar het doet het niet. Nu vrijstelling heb ik. Voor opdrachten die ik had gedaan, die hoefde ik niet meer nog een keer te doen. Nee. Dus dat is inderdaad echt gewoon klaar. Wat klaar is, is eigenlijk gewoon klaar. We gaan deze doen. Oké. Ja, hij is leuk. Cute. Behind the scenes of a Snapchat. Cute. Ja. Samen op Insta zetten. Goed, ik ben weer thuis. En ik heb het licht van mijn camera vanmorgen iets feller gezet. En hoop dat ik iets beter te zien ben deze donkere dagen. Even mijn laptop pakken. Oh, ik ben thuis. En ik ben moe. Ik heb niet heel erg veel gedaan vandaag. Maar het is wel veel om te zeggen dat ik nu echt denk van... I'm done with the day. Ik ben klaar met vandaag, echt. Ik heb niet heel veel gedaan, maar ik ben op de een of andere manier zo moe. Zo raar, maar... Ach. Ik heb geen huiswerk. Dat is heel fijn. Maar ik ga mezelf wel huiswerk geven. Ik ga namelijk... een beetje rekenen. Medisch rekenen tonden wel lastig. En niet deze week, maar de komende week hebben wij een... De komende week hebben wij een toets. En ik heb hier ergens tussen deze pakket met allemaal bladeren. Heb ik, als het goed is, nog een oefentoets zitten. Dus dat wil ik even de mogelijkheid nemen om even lekker te gaan oefenen. Is dit hem? Ja. Dit is best mooi. Dus dat wil ik nu even gaan doen. Eigenlijk zien we toen niet zo heel erg veel boeiends gebeurd. Zou ik zeggen, let's go with the timelapse. Goed. Ik ben er wel een beetje klaar mee nu. Ik heb een uurtje gerekend en ik begin het behoorlijk goed te snappen, dat medische rekenen. Dus dat is wel fijn. Oh, ik heb net mijn hakschoenen uitgedaan, maar het voelt alsof mijn benen of bakstenen zijn. Oh, dat is zo naar. Maar goed, in ieder geval, het is... Ik heb geen idee hoe laat het is. Ik ben ook zo moe. Ik heb mijn badjas over mijn kleding aan omdat ik het koud heb. 4:15. Goeie timing om dus het hondeneten te gaan doen. Rio staat hier ook gezellig. Altijd leuk. Oh, mijn benen. Hondeneten ga ik doen. Daarna ga ik beginnen aan... Mijn lip doet zeer hier. Daarna ga ik beginnen aan mijn eigen eten. Ons eigen eten. Ik ga namelijk vanavond lekker schnitzel eten. Saté schnitzel en gehakt schnitzel. En ja. Met wat groenten en gebakken aardappeltjes. Ik moet alleen even kijken wat voor groente ik doe. We hebben wel al aardappeltjes. Hoe is het normaal, Ricky? Deze. En ik moet alleen nog even kijken. Je moet normaal doen. Draak, kleine draak. En wat groenten. Ik zat zelf te denken aan boontjes. Vind ik wel lekker. En een paar bruine bonen. We eten hier eigenlijk altijd verschillende groentes. Ik weet niet echt waarom we dat doen. Maar we hebben altijd zin in wat anders. Dus dat is wat we gaan eten. Ik ga lekker het eten voorbereiden. En ik ga Rio zo even wegzetten, want het is een klein beetje vervelend.
ben even alles aan het dicht doen. En mocht je je misschien afvragen, wat ben je allemaal aan het doen? Waarom? Mijn ouders zijn er niet. Die zijn even weg. Dus dan doe ik dit allemaal gewoon even. En dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Want ik heb er gewoon tijd voor. Ik heb geen huiswerk. Ik heb alles al gedaan. Wel heb ik dorst. Dus dat ga ik wel doen. Ik heb heel veel dorst. Dus ik ga even wat drinken inschenken. Oké, in één keer leeg. Het is wat herrie, maar ik ben lekker bezig met koken. De boontjes staan op, het vlees staat al goed op, de aardappeltjes staan lekker aan het bakken en ik ben lekker een vlog aan het kijken van Pauline, oftewel, zo, oftewel Lifestyle Spot. Pauline heb ik hoe vaker genoemd in mijn video's, is een ontzettend leuke YouTuber, maakt ontzettend veel leuke video's, ik leer ontzettend veel van haar. Ik heb ook af en toe wel eens via YouTube wat contact met haar, dus dat is ook wel heel erg leuk. Maar zij begint dus ook met Vlogmas vandaag. En daar heb ik heel veel zin om die te kijken. De video is nu al bezig, hij is in première gegaan. Maar ik wil even wachten met kijken, omdat ik nu druk bezig ben. Ik wil vanavond me echt even concentreren op haar video. En ik ben heel erg benieuwd naar haar intro. En wat vinden jullie trouwens van mijn intro? Laat het beneden in de reacties achter. Ik heb het dit jaar heel erg simpel gehouden. Vorig jaar en het afgelopen jaar was het eigenlijk best wel een mega grote, leuke, actieve intro. Ik heb hem dit jaar heel erg simpel gehouden. Eigenlijk vond ik het wel heel erg leuk. Simpel, kort, maar toch wel heel vrolijk en kerstachtig. En ik ben heel erg blij mee, dus laat ook even weten wat jullie ervan vinden. Want ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Willen jullie volgend jaar een meer over de top intro? Of willen jullie misschien wat persoonlijker? Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk. Let me know. Ik heb heerlijk gegeten en ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Ga ik me lekker omkleden, ga ik naar bed. En ik moet nog editen. Dat ga ik eerst doen, daarna ga ik pas slapen. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar de derde Vlogmas video alweer. Het gaat in één keer zo snel. Het is net december en we zijn alweer 3 dagen verder. Het gaat heel erg hard. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken. Deze video een beluidduimpje omhoog. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe Vlogmas. Doeg!